Hallo iedereen, ik ben Wart Huibs. Ik ben hier nieuw in het team. Het is mijn eerste jaar als eerstejaar belofte. We zijn hier vandaag in de ETS Cross in Leuven. En ja, we gaan er proberen het beste van te maken. En ik wens jullie nog veel plezier met het kijken van een nieuwe aflevering van Al Ergens. Dat wij mee als eerstejaarsbelofte hier tussen de profs rijden, want ik heb me e-mailen dat dat absoluut niet gemakkelijk is. Nee, inderdaad. Het is wel ja, mentaal een beetje zwaar nu, maar ik ben er wel een beetje aan het doorkomen. Ik heb er mij wat bij neergelegd dat het niet altijd even makkelijk gaat gaan, ja. Maar we moeten gewoon blijven doorwerken. Ik ben bezig aan een driejarige opleiding LO in Hasselt. Dat is allemaal wel plezant, maar nu met corona kunnen we ook niet meer naar school, dus de praktijklessen die vallen dan ook weg. Het is allemaal online nu en de examens zijn ook online. We hebben natuurlijk de tijd. Ik ben heel blij dat ik ook de tijd krijg van de ploeg om rustig te kunnen groeien. En dat ik dat kan combineren met school. Dus ja, ik denk wel dat dat op termijn wel goed komt. Ja, gewoon het tempo ligt veel hoger. We moeten ook helemaal als laatste starten. En dat is, ja, we zijn eigenlijk de eerste toer al een minuut achter bijna. Dus dat maakt het allemaal niet makkelijker op natuurlijk. En ja, bij de juniors heb je gewoon meer adrenaline natuurlijk. Dat je kunt meestrijden voor overwinning. Maar ja, dat is voor iedereen hetzelfde natuurlijk. Maar ja, als je bij de eerste bij de prof kunt rijden, dat is ook wel een kick. Maar daar graag ik momenteel nog niet. Maar dat kan misschien nog komen. Ja. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met Toon, die dan een beetje hetzelfde parcours gedaan heeft, die daar bij de belofte ook niet zo... Ja, daar denk ik ook af en toe wel aan. En ja, je ziet, hij is er toch ook gekomen met te studeren, dus dan is er nog hoop. Hè. Wat verwachten we vandaag? Ik hoop dat ik nog eens kan uitrijden en zonder pech vandaag. En ja, misschien top 30, top 40. Ik weet het niet, we zullen gewoon zien wat het wordt. Maar we gaan ons vandaag vooral amuseren. Hè. Ja. De woensdag ook. Dus ja, ik hoop dat we vertrokken zijn nu. Dat zal wel, hè. Zo snel uit. Het leek alsof je super zelfzeker was. Ik had echt het gevoel van... Ja, ik moest dat ook een beetje proberen uit te spelen, die zelfzekerheid. Zowel in het begin van de koers om... Dat deed natuurlijk bij mij ook pijn, maar als ik dan smoelen begin te trekken, dan roepen ze naar de achtervolgers ook van... Toon is aan het afzien, dus zet even door. Op een gegeven moment was het, ik denk dat ik en Laurens even snel reden dan Eli en Michael achter ons.
Maar moest ik gewoon dat tempo blijven doen, want tegen die snelheid terugkomen was voor hen ook moeilijk. Maar dan moest ik blijven rijden, want Michael die bleef toch altijd zo wel wat hangen. En Laurens ging niet overpakken, want hij kon natuurlijk wachten in het wiel. En dat maakt het wel een heel lastig uur. Ja. Ja, dan moest het in die sprint gebeuren. En als je dan een heel uur al op kop hebt gereden, dan miste ik een aanzet gewoon. Dan was Laurens zo net dat tikkeltje sterker. Mm-hmm. En had hij gewoon meer overschot na dat uur om er toch af te fietsen. Nu al een aantal weken wachten op mijn 20e profzege. En dat zou hier vandaag, had ik in mijn ogen een grote kans om die 20e te halen. Ook woensdag in Niel al. En ja, het blijft wachten. Maar de honger wordt groter, dus het zal smaken wanneer het binnen is. Het is juist nog eigenlijk dat ik zowel als aanloop de Wart geïnterviewd. Ah, ja. Hoe moeilijk dat voor die mannen is om als eerstejaarsbelofte, als net van de juniors overgekomen. De Wart heeft vandaag uitgereden. Ah, ja. De eerste keer sinds Leuven. Dat is wel goed, want vandaag is het echt een snel parcours. En het waren ook maar korte rondes, dacht ik, want er veel te doen. Ja. Dus dat is wel knap wat hij hier kan uitrijden dan. Ja. Ik heb het al dikwijls gezegd, ik heb in de Wart wel een beetje het vertrouwen, want ik heb die al zien sturen en echt zien crossen en hij kan dat wel. Maar natuurlijk is op die leeftijd niet gemakkelijk om week na week nu al verplicht te worden om bij ons te crossen. Ja. Ik weet zelf nog als belofte, eerstejaars, dat ik zelfs geen crossen bij de pros heb gedaan. Ik kan me niet inbeelden, dus ik op die leeftijd al tegen Sven Nijs en Bart Welles en Tom Meuse moeten crossen alle weken. Ja.